Zaterdagavond is brand ontstaan in de leegstaande gebouw van de voormalige fabriek aan de Graanmarkt. Het oude gebouw gaf uit achteraan op de parking van de OCMW zitten. In de loods die reeds enkele jaren leeg staat, liggen nog grote hoeveelheden afval gestapeld. Het onderzoek is nog lopende. Hoe het afval heeft vuur kunnen vatten, is nog niet precies geweten. Maar kwaad opzet is niet uitgesloten. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling en kon worden waargenomen tot aan de industriezone van Nienhoven. De brandweerdiensten van Nienhoven, Denderleeuw en Gerasbergen hadden de afvalbrand snel onder controle. Het is niet de eerste maal dat in het gebouw brand uitbrak. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek via info@ninofmedia.tv of 0495 69 32 72.